Welkom bij Anime Magazine, Going to the Movies. Naast me zit Patrick van der Wijk. Ik ben Rusoud. En nu de post. De post, we zijn naar de post geweest. Weer een pap movie zijn we geweest. Dat is net snel, hè? Een pap movie. De post, een pap movie. Was trouwens die, pak, dat is Pathé Alternative Cinema. Cinema. Ja, was trouwens die drie billboards. En dan, hoor je wie erin speelt. Tom Hanks en Meryl Streep, onder andere. Ja, maar dan vind ik het geen pak alternative cinema meer. Het is natuurlijk een verhaal. Tegenwoordig is alles wat een verhaal is een beetje alternatief. Ja, dat is een beetje gewoon bullshit natuurlijk. Maar vroeger hadden we niet anders van dit soort films. Vroeger noemen we het drama, tegenwoordig noemen we het alternatief. Ja, alternatief, ja. Maar, goede film. Het was een goede film. Ja. Het is zeker een goede film. Ja. Goed verhaal, goed gespeeld, goed allemaal. Ja. De acteurs die erin zitten, dat zijn natuurlijk ook wel... Ja, toppers. Mensen. En natuurlijk was het ook een heel goed verhaal. A-listers. Dit was gewoon waar gebeurd. Dus dat is ook zo mooi. Dus dan weet je gewoon, er kan niet veel bullshit in voorkomen. Klopt. Want dit is echt wel, dit is natuurlijk een milestone voor de Amerikaanse geschiedenis. Zeker voor de pers. Voor de pers, ja. Dit is duidelijk een film voor iedereen die met de pers te maken heeft. Die moet er zeker naartoe gaan. Ja, dat vind ik zeker. Maar ik denk dat iedereen het verhaal ook niet. Ja. Nou, iedereen heeft wel Wardak heet, maar dit is natuurlijk wat er vooraf loopt. Ja. De Pentagon Papers zijn wat minder bekend voor heel veel mensen als de Wardak heet. Dus, maar het is wel gewoon een goede film. En het klopt helemaal. Gewoon alles was gewoon leuk. Je zat heel tijd, die film duurde niet lang, vond ik. Hij duurde wel lang, maar hij duurde niet lang. Nee. En dat vond ik gewoon... Dus het verhaal vloeide lekker. Ja. Het is geen actiefilm. Nee. Het is alleen maar verhaal. Ja. Het is net een beetje dankzauwer. Het is één lang verhaal, is het. Ja. En als je daar geïnteresseerd in bent, dan kijk je hem ook zo weg. Precies. Beetje historisch achtergrond. Het is gewoon... Nee, het is gewoon een interessant verhaal ook. En de bioscoop is vol. Ja, helemaal vol. Ja. Dus of dat nou komt omdat het een goed verhaal is, omdat Tom Hanks en Meryl Streep erin spelen, ik denk dat het laatste is, maar... Ik denk dat de post dat het ook wel... Waarom het zo populair is op het moment, omdat eigenlijk dezelfde toestanden nu ook in het echt weer gebeuren. Ja. Met Trump ook weer, ook de pers staat weer onder vuur. Onder druk, Dus ik denk dat eigenlijk dat daar ook een soort spiegeleffect hebt. En dat maakt het mooi dat ze in die tijd het wel wonnen van Nixon, die ook geen makkelijke jongen was. Nee, die was echt niet nog. Dus dit is wel een, ik vond het gewoon een goed verhaal. Ik denk zeker voor Amerikanen helemaal bijzonder, want het is toch een stuk geschiedenis waarin ze toch hun vrijheid hebben. Klopt, ik heb nog geen cijfers gezien hoe die draaiden, maar ik geloof er heilig in dat het wel een... Het is gewoon een goede film. Dus, een goed verhaal is. Ja, dus cijfer. En het goed verhoort. Ik geef hem een 8, want ik vond het een hele goede film. Ja, 8. Een 8 zeker. Zeker. Ja. Dat betekent gewoon dat je hier naartoe moet gaan. Ook deze film gewoon toe gaan. Maar je moet wel een beetje interesse hebben. Kijk, ik ken ook een hoop mensen die zeggen, waar gaat hij over? Ja, de Pentagon Papers. Misschien zegt het je wat van vroeger, geschiedenis, les, iets. Misschien blijft er iets hangen bij al mensen. Maar. En ze zegt, nee, ken ik niet waar het gaat. En dan ga je, dus een pers gaat over persvrijheid. Persvrijheid gaat het over. Ja, dan moet je moet een beetje interesse hebben in dingen. Als je dat allemaal niet... Hebben ze een pistool in de handen, schieten ze mensen neer? Nee. Maar trouwens ook, ik vond ook dat het publiek wat ouder was wat in de bioscoop zeker, zat. Ja. Het was allemaal toch wel 30 plus. Ja. En dat betekent gewoon, die mensen hebben wat iets meer geduld. Ja. Dan de jongere mensen die rondrennen. Klopt. Misschien is dat nu een beetje erg zwart-wit, maar... Ja, maar wij zijn naar een film geweest, waar die koters gewoon voor het scherm aan het rennen waren op een gegeven moment. Dus ik weet niet, dan was dit een verademing om even te zitten met gewoon andere volwassenen, zou maar zeggen. Die ook rustig even gewoon even normaal goede film willen krijgen. Ja. En daar heb je deze zeker dan. Ja, dus gewoon doen. Gaan, en tot de volgende keer. Precies. Doeg.